Look at this guy. Outfit change heb ik. I've drowned and dreamt this moment. So overdue I owe this. Koningsdag vandaag. Het is Koningsdag vandaag, zoals jullie zien. Het is heel druk hier. Ja. Die man heeft ook oranje aan. Dan merk je alweer hoe lang Luc niet geüpload heeft. Qua dat nu Koningsdag is, snap je? Dus ja. Een paar dagen extra. Dit is een straat in het dorp Barendrecht. Ja. Het dorp Barendrecht is opgericht in 1800 nadat koning Napoleon IV Barendrecht overnam van de Geuzen in de Tweede Wereldoorlog. Ja, daar heb je eigenlijk helemaal gelijk in. Jij kent volgens mij niks van geschiedenis. Nee. En jij kent ook geen Duits. Je moet wel Duits gaan praten, hè? Je wilt Duits gaan praten? Ik ken geen Duits, waar is het over? Toen Rotterdam gebombardeerd werd. Ja? Werd Barendrecht toen ook gebombardeerd? Nee, dat is een oude vliegtuig die overvliegt. Ik ga dat niet filmen. Nou, aan de andere kant heb je nog één kans. Mensen zijn nu echt benieuwd wat dat was, maar ik ga... Dat kan wel. Ja. Onthoofd mensen, hoor. Dat is niet family friendly. Ik weet niet hoe jij op YouTube Kids bent gekomen. Nee, weet ik ook niet. Ik sta ook YouTube Kids mensen, dus die kinderen... Ik niet. Kijk, daar is de spiegel van exact. Daar boven, zie je? Een mooie locatie, die is het. Dat is wel exact. Dat is de exacte locatie, hè? Zo. Ja, dat is toch een radiostation, dan kan dat. Nou, Luc is hier dus echt serieus mee bezig. In het systeem. Het is een beetje alsof de hond van mijn buren een gratis radioshow heeft. Middag Max, dat is waar ik een show mee heb. Nou, het is zeg maar, eigenlijk zijn show is het, maar ik doe nu mee. Max Oosterwijk, tot 2 uur in Middag Max. En dan zeggen ze zo, goedemiddag allemaal, welkom bij Middag Max. Vandaag zijn we weer met Max en Luc. Vandaag gaan we het hebben over... Toch wel zielig dat het dan Middag Max heet en dan wordt jouw naam niet genoemd. Doe even voort naar Dantje. Doe even shuffelen. Shuffelen? Dat kan ik niet. Crowd content. Kijk, hier kan je lekker kijken zo over de mensjes. Hallo, this mensen. Is the end. Hold your bread and count. Kijk, let op, let op. This is the end. Wat wil je nog meer? Hold your bread and count. To 10. Nou kijk, dit is alle microfoons feel en zo. Feel the earth move, Finstar. Kijk, hier heb je de microfoons. Dit zijn de schuifjes voor de microfoons hier zo. Maar dus dat ik mooi kon zingen, wist je toch al van de Luxe Leventjes, die is gek. Ja, zeker. Kijk nou uit, man. Waar gaat het dan op? Ja, ik moet achterover lopen. Weet je niet hoe moeilijk dat is? Man. Nou, dit is de studio van Exact. Kijk eens hoe mooi. Zelf het licht aan. Zo, dit is Exact. Barendrecht. Voor de mensen die in Barendrecht zijn, je kan hier dus gewoon binnenlopen zonder dat iemand je iets vraagt. Nee. Die microfoons meenemen en teruglopen. Nee, je moet de code weten. Kom, de mengtafel. De code is 0612. Kijk, dit is de mengtafel van Exact. Op dit moment draai ik er ook muziek. Zo, dat is wel... Kan je het veranderen in de Luxe Leventjes? Gast, ik zal mediteren. Kan je het veranderen in de Luxe Leventjes? Nee, dat kan niet. Dat kan wel. Maar dit is dus de studio. Nou, kom even. Dan laat ik even een jingletje horen. Maar dus mensen kunnen dit nu echt luisteren? Ja, dit is live op de radio. Maar niet wat ik ga afspelen. Je bent Noah Sambrink, ga dit ook kijken, hè? Wie? Ik van 12, 13 jaar. 146 zoeks is best wel. Heb je een semi-valve of zo? Ja. Ah. Maar toen had ik nog niet zo goed in autotunen. En je hebt zelfs Minecraft. Ik durf het te zeggen. Wacht even. Gelukkig vind jij jezelf de man. Gamen en vloggen is wat iedereen kan. Gaat die aan? Al je praatjes, die vullen geen gaatjes. Ik weet het beter en je bent slechts een meter. Maar als het hier warm is, dan maken we ook 20.000 likes. Luc heeft hier gewoon een pistool liggen. Het snap, dames en heren, de loop zit dicht. Maar... thumbnail. Oké, leuk. Gaan we weer de toeren door Barendrecht, hè? Zo mensen, we zijn weer. We hebben even outfit cool gemaakt en zo. Ik heb een prachtige, mooie muts op. Met dank aan Vera, het nichtje van Luc. Zusje. Het broertje van Luc. Dit vindt ze echt niet leuk. Je wordt ze echt boos om. Ja. Vera, hou van je. We gaan topvlog, nu al. Door Barendrecht heen lopen, hè? Mhm. Ja. Oké, kom. En nu kan je wel rennen.
Oké, zo is goed. We moeten even niet opvallen. En daarom zeggen we dit nu nog een keer. Ik ben hier vandaag met Luc. En ik zie geen camera. Oh! Hey. Ben jij soms mijn favoriete YouTuber? Enzo Knol? Ja, man. Kom mee, Enzo. Nou, ik weet alweer een titel. Dan verander ik jouw hoofd in een hoofd van Enzo Knol. En dan zeg ik als titel opnemen met Enzo. En arme foto's ondertussen mijn content spelen. Ik heb net samen met Luc een hoop straatinterviews gedaan met lokale inwoners van Barendrecht. Heel veel mensen vonden dat niet leuk, wij wel. Ja, het was geniaal. Mocht je dat nou zeggen van heel leuk om te zien. Ik vond het zelf, ik moest telkens mijn lachen inhouden. Ja. En soms lukte me dat niet eens. Dus het lijkt mij heel leuk dat jullie dat checken. Op Luc's kanaal. Luc's kanaal heet Luc's Leventje. Ja, over 3 maanden. hij heeft beloofd dat hij het binnen 3 weken online zet. Vanaf nu. Dus dat zal voor jullie deze week van deze upload zal het al online staan. Ja, daar heb ik heel veel vertrouwen in. Dus het wordt echt superleuk. Zeker weten, mensen. Leuke video was dat. Ja, wat gaan we mensen vragen? Ja, gewoon Vera meenemen. Ja, ja, ja. Vera, je gaat nu mee, anders krijg je je muts nooit meer terug. Ja, ja, precies. Zo werkt dat wel natuurlijk. Ja. Hey, ja, ik ben even aan het kijken of Harmen zijn trein kan halen. Ook een doorloper. U kunt doorlopen. Excuses, mevrouw. Oké. Okay. We zijn nu weer op Rotterdam Centraal. Ik ben alweer weg uit Barendrecht en ik ben nu op weg naar huis. Dan moet ik hier weer oversteken, overstappen noem je dat. En het is hier weer heerlijk, allemaal treinen. Dit is misschien wel het grootste station van Nederland. Ik weet niet of jullie dat nog even ergens op kunnen zoeken. Nou, dat zal Amsterdam waarschijnlijk wel zijn. Maar dus hier moet ik nog even overstappen. En beste kijkers, we zijn weer aangekomen in mijn hometown natuurlijk, Amersfoort. Dat is weer een lange treinreis geweest. 1,5 uur, dus in totaal vandaag 3 uur in de trein gezeten. Nou, je moet er wat voor over hebben, maar het was wel leuk. Fijn dat het goed met jullie gaat. Hoi. Zo ging het ongeveer. Best socially awkward. En maar ik ging aan mensen vragen of ze mijn handen hadden gewassen. Ja. Ja. Dat is ook. Maar het probleem is, mensen zien ons aankomen met zijn camera. Jij hebt een hele goede camera, dus dat ziet er meteen professioneel uit.